u nu. Ja, dat was, het leek wel of de stroomstoring was, ja. Ja. Gelukkig maar, anders hadden we er opgesloten gezeten. Als we van de Campo Longo afkomen, doen we het rondje iets anders. Dan gaan we eerst de Valse Rego op. Anders dan rijden we de GL weer op dezelfde route, richting als gisteren. Zijn jullie zover? Nou, gaan we maar. Dag 5 alweer, hè? Goedemorgen, lieve kijkbuiskinderen. Het is dinsdag 18 juni. En wij gaan een mooi rondje maken bij de Sella en de Gardena. De Sella-ronde. Qua natuur schoon, denk ik, de mooiste dag. En het komt mooi uit en het is nog mooi weer ook. We hebben wel tot nu toe aan het eind van de middag regen, net als 2 jaar terug. Maar ja, we hebben eigenlijk pas gisteren een echte regenpakken nodig gehad. En, dus dat valt dan ook nog wel mee. Maar we beginnen zo meteen met de Sella. Dan gaan we de Gardena op. Dan komen we via de Campo Longo weer terug. Dan gaan we naar de Valse Rego. De Gio pakken we dan de andere kant, van, zoals van gisteren. En dan richting de Fedaya weer terug naar Potsdam. Dus nou, als het weer zo blijft vandaag, dan nou, hebben we weer een mooi geluk. Nou, dan zal ik op de Sella maar verder gaan met filmen. Dag hoor.
Michael zo meteen. Zou je hier ook willen dronen of liggen bovenop? Ja, jullie. Ja, ik denk dat het wel heel mooi is hier. Ja, dat had je vorige keer nog niet gedaan, dacht ik hier. Thank you.
Kijk als hij ergens een mooie fotoplek kan vinden. Voor ons of. Ja, ik zie hem. Ja, we staan er wel boven. Kan je zien? Ja. Nou, dan rijden we langzaam naar beneden. Ja. Daar staat hij al. Ja. Dan gaan wij even een plekje voor Erik opzoeken. Plekje opzoeken. Misschien nog wat of zo. Zullen we hier even aan de buitenkant staan? Ja. Filmen of foto's? Jij, wil jij filmen? Dan heb ik hem hier ook op als het goed is. Als ik tenminste mijn camera er niet voor hou.
Thank you.
zitten op ons bankje. Pasfoto, Michael, van de foto. Ja, moet je even volgen staan. Oh ja. Oh, sorry. Shall I take a picture? Maar eens op die hoek hier. Op die hoek hier. Maar die pizzeria. Even wachten hoor. Misschien moeten we eventjes hier op Erik wachten. Ja, zo hier op die hoek misschien, hier bij die pizzeria, hè? Ja? Oh ja? Oh, gaaf. Nou, ah, mooi man. Ja. Nee. Die doet daar rondvluchten, hè? Oh ja, vliegtuig ook? Nee. Ja, oké. Okay. Ja. Very nice, hè?
new model. Ja, 2016. Yeah. It's a special edition for the 60 year anniversary, if you remember. Ja. Dit is helemaal dit. Hij communiceert hier weer met Frits. Dat was een tafeltje. Ja, ik kan wel. Ja. Ik heb een beetje een
Wat jouw, dat daar is het hoor. Dat werd niet nog. Oh. Kijk, ja, ook met de geheimen van de hoogte. Ja, met Wilfried en Yvonne in 2007. Ja. Maar op de Bordeaux is het echt mooi. Wat wil je hier dan over doen? Nee. Nou, ik ga maar weer afzetten.
wel, hè. Dat hier ook achter die Porsche zo. Thank you.
Nou super, vertel eens, waar zijn we? We zijn op de Belvedere, in de Via Ville Grande. Nou, hoe is het dan mogelijk dat ik dat weet? Hè? Ja, het is, ja, het is de wandelende wegenboek. Okay. En we kijken hier richting het meer, naar Capriel, heet het dorpje. En daar kijken we de Fedaya op, richting de Marmolade. Oké. Okay. Dus we gaan zo meteen hier naar beneden. Het weggetje heb ik volgens mij naar Noord gereden. En dan in het dorpje het dal in daar. Ja, en je ziet, Michael die is hier met de arena al geweest. Al die bomen liggen al plat. Hij blaast de hele handel omver. Ik denk niet dat we nog terug mogen komen. Nee, het is, er is een orkaan is hier doorheen gegaan. Maar ik weet wel waar die orkaan vandaan komt. Die komt uit een Akrapovic uitlaat van een R1. Ja. Ja, het is ongekend. Zoveel schade hier aangericht is, Michael. Dat moet je niet meer doen hoor, dat is zonde. Maar daar is het dak ook weggeslagen, denk ik. Of er zijn bomen erheen gegaan, zie je dat? Er liggen allemaal plastic op het dak daar. Ja. En daar ook, allemaal schade, zie je dat? Dan zijn ze ook het dak herstellen. Ja. Misschien zijn die bomen hier wel gewoon door de lucht gegaan of zo.
wel maar met de drone vliegen. Wat is je dat nu aan doen? Ja. Michael is de drone even aan het uitlaten. Naar boven is hij. Komt hij omlaag. Het is nog verrekte snel dat ding. Ja, nou die voor jou ook. Ja, Michael vliegt veel in de sportstand. Daar heb ik nou ook wat gedaan, ja. Dat scheelt veel. Ja, dat is waar. Thank you.
En nou op die punt naar een beetje rechts. Dat is nou een grote bocht. We zien een lampje. Ja, we gaan. Thank you.
Ja. Oh, 160 toch?